Hallo kijkers van TrueGamingNL, Koen hier met een nieuwe video. Wat vind je van mijn achtergrond? Ik vind hem best wel mooi. Nadat we eventjes kwijtgeraakt hebben. Ik ga jullie vandaag wel even laten zien hoe je nou eigenlijk precies een Game Boy spelletje kan spelen op jouw computer. Daar heb je één programma nodig, namelijk Visual Boy Advance. Dat is dit programmaatje. Ik zal hem ook even een linkje in de beschrijving zetten. Kun je hem gaan downloaden. Volledig gratis. Wat je hier te zien krijgt is gewoon een zwart scherm. En dat heeft te maken met dat je hier een gamepack nodig hebt. Ik ga niet al deze games in de beschrijving zetten. Maar ik ga wel even een game in de beschrijving zetten die ik als voorbeeld ga pakken vandaag. En dat is namelijk... doe eens gek. Speel even Super Mario Advance weer een keer. Oké? Die sleep je erin. En dat is het. Meer hoef je er niet voor te gaan doen. Gewoon de game erin slepen. En dat is het. Wat je ook gewoon kan doen is je kan op file klikken, open. En dan zie je al een hele lijst aan games die ik heb. En dan openen we bijvoorbeeld gewoon weer Super Mario Advance.zip. Hoppakee. Het mooiste aan deze emulator is dat hij gewoon werkt op elke computer die je hebt. Zoals je ziet, de game die draait gewoon en ik kan gewoon de game spelen. Een hele vette gameplay van Super Mario Advance laten we gewoon nog even doen. Kijk eens aan. Ik ga gewoon even live spelen. Wat maakt het uit, weet je wel. Gewoon even spelen. Gewoon voor de leuk. Oké. En daar gaat het. Nou. Zoals je ziet, heel makkelijk. Je kan hem ook gewoon close door even hier op close te klikken. En dan is het spelletje afgesloten. Nou, zoals je ziet, heel makkelijk. Je kan hem gewoon gratis downloaden. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Voor de nieuwste versie van de emulator. En zo speel je eigenlijk Game Boy spelletjes. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Zo ja, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video.